In het vorige deel hebben jullie het vreugdedansje van Frans gezien. De cd is klaar. Qua opname klopt, maar dan is hij nog niet gemixt en gemasterd. Daarvoor is de cd naar Amerika gegaan. Daar is hij afgemixt door Jordan De Silva en Ryan Hewitt, die onder andere voor Flogging Molly hebben gewerkt, Red Hot Chili Peppers en noem maar andere grootheden op. Na die goedkeuring van die mix is het naar Dave Collins gegaan, ook in Amerika, en die heeft hem gemasterd. Nou, daarna is de cd weer teruggekomen en op het moment dat we dit aan het opnemen zijn, zijn ze in de fabriek keihard aan het werk om dat ding te persen, het artwork voor elkaar te krijgen en dan komt het complete plaatje helemaal gereed. Dan is hij klaar. Dit is de voorkant van onze nieuwe cd. De cd. 7. 7. Waarom 7? 7e album. En 7 is een heilig getal. Het is een magisch getal. 7. Het is ons beste album wat we tot nu toe ooit hebben gemaakt. Het is een knaller met 12 juweeltjes erop. 7. 7 juni komt hij uit. 7. Moet je er 7 kopen? Nee. 1 is ook goed. Downloaden via iTunes? Geen probleem. Dames en heren, 7. Het 7e kroonjuweel van BZB. Het 7e album, die mag je niet missen. Die moet jij hebben. Kopen dat ding. juni. Dan gaan we hem presenteren. Hier in deze prachtige ambiance van de Kerstsauwe. 16 juni gaan we ons 7e album presenteren. En waar kun jij zitten? Je kunt hier zitten, je kunt daar zitten, je kunt daar zitten. Misschien zit je wel op de eerste rij, misschien zit je wel helemaal bovenin. Het maakt niet uit waar je hier zit, overal zie je het goed. Moet ik blijven zitten? Nee! Je kunt ook gewoon staan, je kunt zelfs op de bank gaan staan. Het maakt niet uit, het wordt feest, het wordt gezellig. Komt alleen BZB? Nee! Hier in het grote theater opent voor ons een te gekke band. Ja, zes! Moet je bij zijn. Is dat alles? Nee! In het kleine theater speelt Clemens van de Ven, spelen de Heino's. Heb ik Heavy Hoempa nog niet eens genoemd? En de afterparty hebben we met DJ Koestaf en met de Volkaholics. Kortom, 16 juni, daar moet je bij zijn, daar moet je meemaken. Tot de 16e in de Kerstsauwe, Heeswijk Dinter. Kopen die kaarten. Oké, even terughalen. 7 juni, het 7e album van BZB. 16 juni, cd-presentatie al hier in deze prachtige ambiance van de Kerstsauwe. Wil jij erbij zijn, maar dan als VIP van BZB? En wat houdt dat in? De VIP-treatment? Dat wil zeggen, je wordt opgehaald met 6 vrienden. Dus in totaal ben je met 7 personen, word je opgehaald in een prachtige limousine. Je wordt naar de Kerstsauwe toegebracht. Je hoeft geen intree te betalen, je wordt als een vorst binnengehaald, je hoeft je drankjes niet te betalen, je pauzesnackje hoef je niet te betalen, alles wordt door ons geregeld. Moet je dan lopend naar huis? Nee! Als het feest is afgelopen, ga je in die prachtige limo, word je ook weer naar huis gebracht. Wij zorgen voor het biertje voor onderweg. Dames en heren, het is een prachtige prijs, een VIP-treatment. Hoe kun je die winnen? Makkie, het is simpel. Deel, like en share deze video waar je nu naar zit te kijken. Verspreid hem onder al jouw sociale vrienden. Verspreid hem, verspreid hem, verspreid hem. En degene die hem heeft verspreid, die maakt kans. Dus, delen dat ding en maak kans op een geweldige VIP-treatment. Voordat ik het vergeet, doe dat voor 7 juni. Op 7 juni wordt de prijswinnaar bekendgemaakt.